Nou, goedemiddag allemaal. Wij willen jullie graag meenemen in ons avontuur toch wel om een flink verouderd handelsplatform over te schrijven naar een shiny nieuw React-platform. We gaan jullie uitleggen wat React is. We hebben de voorbeelden zo simpel mogelijk gehouden. En we geven natuurlijk twee demo's. Eentje van wat het nu is en eentje wat het gaat worden. We zijn al behoorlijk ver, dus we hopen dat het ook een beetje een leuke demo wordt. Eerst gaan we onszelf even voorstellen. Ik ben Maarten Wilschut, front-end ontwikkelaar bij Luminous Amsterdam. 26 jaar en ik woon in Almere. Ik heb gewerkt aan de Defcon app, dus als jullie daar leuke nieuwe features voor hebben, laat het me weten en misschien komt het er volgend jaar wel in. Ik ben Lokan. Ik ben senior software developer bij de Bingbank. Ik ben 33 jaar. Van huis uit eigenlijk een C-sharp developer. Maar een paar jaar geleden begonnen bij retail. En daar kennis gemaakt met JavaScript. Of ik kende het eigenlijk al, maar echt er diep op ingegaan. Eigenlijk 5 jaar begonnen, of 6 jaar inmiddels al. Begonnen bij Professional Services, een ander business unit van de Bingbank. Hoeveel mensen hier kennen de Bingbank? Wow. Nou, best wel veel. Heel veel mensen. Dat doet hem goed. Toch even een kleine introductie van de Bingbank. We zijn in 2000 begonnen. Ze bestaan nu al 17 jaar. Het is een online broker. Dus waar je dus handelt in aandelen en obligaties. Ze hebben een banklicentie. We zijn de eerste eigenlijk echte online broker met een banklicentie. En heel lang zijn we ook en nog steeds de klantvriendelijkste beleggersplatform van Nederland. En waar de Bingbank zich nu voornamelijk op focust, is wat wij noemen de 9-grid. De 9-grid is een grid die we samen hebben gesteld, waarin alle producten van de Bingbank en alle diensten van Bingbank op geprojecteerd staan. De eerste rij is beleggen, training en de kolommen. Die bepalen dan de mate van hoe je het zelf wil doen, of dat je hulp wil hebben van de Bingbank, of dat je alles aan de Bingbank overlaat. Linksboven is dus ons eigenlijk waar we mee begonnen zijn bij de Bingbank, het echte zelfbeleggenstuk. Daarnaast zijn we doorgegaan met de investmentstuk, waar je dus kan investeren. Dus dan ben je echt bezig met vermogensopbouw. En de onderste stukje saving, waarbij je dus sparen, waar je dus kan sparen. Waar je dus een iets kleiner rendement kan behalen door het spaarproduct. Waar wij voornamelijk mee bezig zijn bij Bing360 is het linkerbovenhoek, echt het verre, verre linkerbovenhoek. Dus dat is echt zelf beleggen waar je echt alles zelf moet doen. En dat is Bing360. Daar werk ik ook voor. Dat is de applicatie waar ik voor bouw. Het is een handelsplatform voor de daytraders. Daytraders zijn echt de handelaren die meer dan 1 trade per dag doen. Dus echt continu de beurzen bijhouden. Bing360 is volledig web-based. Dus het draait gewoon in je webbrowser. Het is ook volledig customizable. Dus je kan zelf bepalen wat je wat je belangrijk vindt in je handelsplatform. Je kan ook heel snel orderen. Het is echt bedoeld om snel orders in te leggen in de beurs met een one-click trading. En ook belangrijk voor onze klanten is dat je ook kan orderen vanuit een grafiek. Nou, even een korte demo van wat we nu hebben. Zo ziet Bing360 eruit. Het is vrij kaal als je het voor het eerst opent. Het belangrijkste is de quotelijst, de koerslijst, als het internet ook een beetje meedeed. Ja. Dus dit zijn alle
fondsen waar je in kan handelen. Het belangrijkste is dat het dus streaming is. Dus je krijgt instant prijsupdates die dan vanuit de beurs worden doorgestuurd. Belangrijkste, als we dan de Binkbank pakken, is dus het orderen. Dus dan hebben we bepaalde manieren om te kunnen orderen. Dit is onze standaard order ticket, waarbij je dan kan opgeven wat je wil kopen en hoeveel. Verder hebben we dan ook nog de quick ticket. De quick ticket is iets wat we gebouwd hebben voor Bink Italië, waar we ook actief zijn in Italië. En belangrijk daarbij, bij de quick ticket, is het orderboek. En dat orderboek, dat geeft de bied en de laat aan. En dat zijn dus de orders die op dit moment in de beurs liggen. En die wachten om uitgevoerd te worden. Dus als er mensen zijn die op die prijspaal een order inleggen, dan gaat dat ook gelijk uitgevoerd worden. Verder hebben we ook nog de trade ladder. De trade ladder is weer een andere weergave van de orderboek, waarbij je heel snel kan zien wat het verschil is wat tussen de bied en de laat, de spread zoals we dat noemen. En verder natuurlijk de TR chart, het grafiek. Dit even. Waarbij je dus in kan zoomen en ook kan orderen vanuit beurs. Ik zal nu niet orderen, want het is mijn eigen account. Maar ik zal het zo doen. Wat mensen ook heel belangrijk vinden van Bink 360 is dus ook het customizable karakter. Dus je kan gelijk een nieuwe template openen en daar je eigen weer beginnen met je pop-ups. Nou, hier kan ik dus bijvoorbeeld de AIX openen. En dan hier mijn AIX dingen doen. Dus dan kan ik hier AIX van maken. En dan weer terugslaan naar Bink als ik dat wil. En dan weer verder handelen met de Bink aandeel. Ja, wat je vaak ziet is dat klanten eigenlijk tussen de 10 en 20 templates hebben. Ik kwam de laatste achter dat iemand er 200 had. Maar dat zal niet helemaal goed gaan zijn. En dat is ook een heel belangrijk onderdeel van onze applicatie. Maar ja, we hadden best wel wat problemen met de oude applicatie. En een van daarvan is dat het vrij JavaScript-dependent is. We hadden iets van 80 regels code aan JavaScript. Best behoorlijk wat. 80.000 inderdaad. 80.000, oh sorry, ik had het verkeerd. Sorry. We hadden ook geen unit test. Dus het waren geen unit test konden we draaien. Dus we wisten eigenlijk niet helemaal zeker wat de applicatie nou deed. En ook heel belangrijk was dat er ook geen scheiding is tussen presentatie en business logica. En dat maakte het heel moeilijk te onderhouden. Een klein onderdeel van de architectuur van de oude applicatie. Alle pijlen zijn de dataflows binnen de applicatie zelf. De groene blokjes zijn de onderdelen die extern binnenkomen. De lichtgroene blokjes is de code die op de client-side wordt uitgevoerd. En het gele is gewoon de browser DOM, de browser zelf. En onderdeel daarvan is pop-up. Pop-up JS, zoals wij die noemen. Dat is het stukje code die de pop-ups regelt. Dus het vergroten en het verkleinen en het slepen. Maar achter de schermen deed hij eigenlijk van alles. Dus het was eigenlijk de grote manager binnen onze applicatie. Verder hebben we ook nog Site.js. Site.js zijn de verschillende componenten. Dus we hebben er een paar gezien daarnet. De quick ticket, de koerslijst, de order ticket. Dat waren allemaal componenten in Site.js. Verder hadden we ook nog Virtual Mouse en DOM.js. En dat zijn in-house gemaakte libraries. We maakten onze eigen libraries zelf. Omdat dat handig was. En ja, maar we wilden dus naar een nieuw platform. Waarom? Ja, onze bestaande architectuur was vrij verouderd. Het stamt ongeveer uit 2008. En JavaScript stond nog een beetje in zijn kinderschoenen. Maar verder hadden we ook een
echt zeer steile leercurve. Want wilde je echt induiken in de oude code, dan had je toch wel echt een paar maanden nodig om een beetje bekend te maken in de oude code en hoe dat allemaal werkte. En dat had ook onder andere te maken met die verschillende dataflows. Natuurlijk onze in-house gebouwde libraries. Die veroorzaakten heel veel hoofdpijn. Want we waren heel veel tijd kwijt om die in-house libraries een beetje onderhoudbaar te maken en bij te werken. Een goed voorbeeld daarvan is de touch-ondersteuning van Virtual Mouse. We hebben echt omgerekend, denk ik, 3 maanden gespendeerd om touch-ondersteuning in te bouwen in Virtual Mouse. Omdat dat in Internet Explorer met pointer events geïntroduceerd was. Dus ja, dat moesten we toch wel echt inbouwen in onze Virtual Mouse. Maar daarbij was even vergeten dat onze applicatie helemaal niet touch-ready was. Dus we wisten eigenlijk niet waarvoor we het bouwden. Maar goed, we wilden dus naar een nieuw platform, een nieuwe architectuur. Maar ja, welke kies je dan? We hadden er best wel veel en inmiddels zijn het er echt heel veel geworden. En volgens mij komen er elke dag weer nieuwe bij. Dus we waren een beetje wikken aan het wegen en we hadden wel wat kennis. En we hadden natuurlijk criteria waaraan zo'n framework moest voldoen. Eén daarvan was inversion of control. Dat was inversion of control is echt bedoeld om de onderhoudbaarheid wat beter te krijgen van de applicatie. Testability wilden we natuurlijk hebben, want ja, de oude code was gewoon niet geunit testen. We konden het ook heel moeilijk unit testen, dus dat was echt een drama. Single responsibility. Het was echt bedoeld dat de framework moest wel echt doen waar die goed in is. En niet allerlei randzaken eromheen ook nog kunnen. Want dan konden we echt goed focussen op onze eigen applicatie en de rest aan de framework overlaten. We wilden ook components erin verwerken, want ja, dat was toch wel echt een beetje waar JavaScript naartoe gaat en eigenlijk de web naar components. Performance is heel belangrijk voor ons. We bouwen een applicatie voor daytraders, dus ja, performance, dat moet wel snel zijn. Soms gaat het echt over secondes voor die handelaren. Maintainability nogmaals. Dat vonden we ook heel belangrijk, dat de code een beetje onhoudbaar was. Want 80.000 regels code, dat is toch best wel veel voor een JavaScript applicatie. Resourcing vonden we belangrijk. Dus dat we toch wel makkelijk mensen erbij konden zetten om ons te helpen bij de applicatie. En niet die steile leercurve. We moesten ook production ready zijn. Dus we moesten gelijk ingezet ook kunnen worden in productie. Dus we moesten niet ergens wachten tot het zichzelf heeft bewezen. Of dat het experimenteel is. En we wilden ook heel graag dat het side-by-side gebouwd kon worden. Of in ieder geval geïmplementeerd, want ja, we hebben toch best wel veel legacy code en het was wel mooi als dan de nieuwe code naast de oude code kon werken. Het was meer een pre dan een harde requirement. Waar hebben we naar gekeken, naar de frameworks? Nou, jQuery en Dojo, daar hadden we zelf ook al wel mee gespeeld en dat wisten we zelf ook wel en dat was erg populair natuurlijk onder developers ook. Het is eenvoudig toe te voegen aan onze bestaande applicatie, want het enige wat we hoefden te doen was onze DOM.js, onze in-house gemaakte library, vervangen met jQuery. En daar waren we praktisch klaar. Maar ja, een echte vooruitgang was er natuurlijk niet. Dus daarna hebben we natuurlijk verder gekeken. Nou, heel logisch is dan om te kijken naar AngularJS. Het mooie van AngularJS is natuurlijk, naast heel veel andere dingen, maar ook de automatische bindings. Dat vonden we ook wel een hele pre van AngularJS. Het is ontworpen voor single-page applications. Bing 360 is een single-page application, dus dat sluit mooi aan. Het nadeel van AngularJS is wel dat het een application framework is. Dus het dicteert wel een beetje hoe je applicatie eruit moet zien. Verder natuurlijk React.
bij mij nog niet zo heel erg bekend, maar een collega van ons had er wel wat mee gewerkt en die had er wel wat meer ervaring mee. React is component-based, dus dat is al gelijk een vakje die we konden invullen. Het maakt gebruik van de virtual DOM, dus in plaats van dat het direct zijn wijziging doorschrijft naar de browser, doet het eigenlijk voor de developer in ieder geval naar de virtual DOM. Ik zal straks wat meer over uitleggen. De flux pattern, die wordt er gebruikt. Het is meer een pre, dat is niet echt een conditie, maar het is wel handig dat dat ook werd ondersteund. Zoals straks ook wat meer over uitleggen. En het is een library. En het mooie daarvan is natuurlijk dat het gewoon te implementeren is in bestaande code. Het was een mogelijkheid. We hebben het ook geëxperimenteerd om te kijken of dat kan. En dat kon ook. Als we dat dan allemaal tegenover elkaar zetten, dan kwamen we toch wel gauw achter dat React wel het beste was. AngularJS was wel ook wel een hele belangrijke, maar Components werd nog niet helemaal ondersteund. In die tijd was Angular 2 nog niet uit. En we moesten of kijken naar Angular 1, want die was wel. Want Angular 2 is beta, we konden niet bouwen voor beta software. Dat is gewoon company policy bij ons. Dus ja, dat viel al. Angular 2 viel eigenlijk al af. En, maar ja, Angular 2 bewoog wel wat meer naar components. En dus daarom hadden we ook gezegd, nou ja, React is ook wel een goede richting om naartoe te gaan. Production Ready is daardoor ook, doordat Angular 2 nog in beta is, heb ik die maar rood gekleurd ook. En het is niet echt makkelijk side-by-side te doen, terwijl dat bij React wel mogelijk was. En wat is React dan? Ja, inderdaad. Heeft er iemand al met React gespeeld, iets gedaan of best wel wat? Oké, toen ik bij Bing begon had ik dat niet. En ja, ik dacht dus ook toen ik bij Bing op gesprek ben geweest van ja, leuk project. Maar wat is React nou eigenlijk? En React is dus een library van Facebook. Vandaar dat Facebook bovenaan staat. En wat je meteen ziet als je erop zoekt, is dat er dus heel veel bedrijven gebruik van maken. Dus Flipboard, Netflix, Airbnb en voor de bankenkennis Saxo Bank staat er ook tussen. Ja, het is dus declaratief, efficiënt en flexibel. Dus je kan eigenlijk heel veel dingen zelf doen. Het wordt gebruikt om UI's te maken. En het is gebaseerd op componenten, dus je houdt je componenten zo klein mogelijk. Komen we meteen bij de concepten. Dus je hebt components, je hebt JSX, je hebt virtual DOM, je hebt props en state, de reconciliation cycle en je component lifecycle. Dat zijn eigenlijk de meest belangrijke onderdelen van React. We gaan ze één voor één even door. Een component ziet er eigenlijk zo uit. Voor de mensen die nog wakker zijn, zie je dat er twee codeblokken staan. En die doen eigenlijk precies hetzelfde. Dus je kan een one-liner maken waar je een component aan meegeeft. Die kan niet zo superveel, dus je kan er geen component lifecycles bijvoorbeeld in laten terugkomen. Maar in principe reproduceert het codeblok boven en het codeblok onder precies hetzelfde, waar we dus weergeven dat de prijs van Bing op de AIX 10 euro is. Inmiddels hoorde ik net van Lokal dat het een stukje minder gaat, maar dat slaan we eventjes over. Nou, JSX is eigenlijk de taal waar je in schrijft. Ja, en in deze voorbeelden zie je dus dat wat rechts staat, dat compiled naar links toe. Dus het is eigenlijk alleen maar synthetic sugar over het rechtergedeelte heen. Dus als je het heel erg leuk vindt, kan je ook react.createElement typen, maar ik zou het zelf niet echt doen. Nou, virtual DOM, dat is eigenlijk ervoor gemaakt om geen interactie meer te hebben met de echte DOM, dus met de browser DOM. Waarom is dat? Omdat de interactie met de DOM heel erg traag is. Dus als je elke keer alles opnieuw gaat tekenen, dan wordt je applicatie zo'n van. En de virtual DOM die bekijkt dus wat is er aangepast en alleen dat stukje verandert die. Daardoor wordt het dus snel om te vergelijken.
En jouw state en props zorgen voor een re-render actie. Dit is een voorbeeld van props. Waar je dus weer eigenlijk ziet dat de prijs van Bing 10 is. En je ziet dus ook dat je in een one-line component ook props kan gebruiken. Nou, belangrijk bij props is dus dat het external is. Het komt dus van buitenaf, vanuit de component gezien. Dus je hebt daar niet veel controle over binnen je component. Nee, je geeft het eigenlijk altijd weer vanuit zijn parent. Of in dit geval is het gewoon niet aanpasbaar binnen je component. State is juist het tegenovergestelde. Dus dat pas je wel aan in je eigen component. En als je hier kijkt, als je op het diffje klikt, dan zie je dus dat de prijs geüpdate wordt naar 15. Dat was ongeveer het makkelijkste voorbeeld wat we zelf konden verzinnen. Dus ik hoop dat dat voor iedereen duidelijk is. Het volgende is de reconciliation cycle. Nou, hoe werkt dat eigenlijk? Wat React dus doet, is hij gaat laag voor laag kijken of er iets veranderd is. En in dit voorbeeld, ja, dat is wat te zien. In dit voorbeeld zie je dus dat C1 veranderd is. Die is rood. En C2 zegt eigenlijk tegen de virtual DOM, ja, ik ben niet veranderd, laat mij maar lekker staan. C3 zegt, ja, ik ben wel veranderd, ik wil ook geüpdate worden. En zo gaat hij de hele boom door. Waardoor je dus hele kleine componentjes krijgt die geüpdate moeten worden. Dan de laatste. Component life cycles. Ja, je hebt er een aantal. Je hebt component will receive props, zoals hier staat. Je hebt shoot component update. Welke is de andere? Component will update. Render is er zelf ook eentje. Maar die worden dus aangeroepen door de React life cycle. En als je dus nieuwe props binnenkrijgt, voordat dat echt gebeurt, dan krijg je de component will receive props. En dan kan je zelf weten hoe je component daarop reageert. Dus in dit geval zetten we de state naar de nieuwe prijs van de parent. Dan ga ik even bij zitten, want daar hebben we een mooi voorbeeld van gemaakt. Althans mooi. Dus dit is het eerste voorbeeld. En hier zie je eigenlijk twee componenten. Dus als je hier kijkt, zie je een props component en een state component. En die zijn hier weergegeven. Dus wat je met de state component doet, je kan op de button klikken. En dan komt er plus 1 bij de prijs. En bij het props component wordt het dus meegegeven vanuit de parent. En wat dus makkelijk is in React, is dat je dat je parent component zijn props door kan geven. En dat het heel goed is om alleen dat component te updaten, waardoor je dus niet je hele pagina bijvoorbeeld hoeft te refreshen. Dus nu zie je dat alleen dat component 12 weergeeft. Nou, dat heet Hot Module Reload. En dat heeft ons in ieder geval heel erg veel tijd bespaard in vergelijking met Angular of jQuery. Ja, en het werkt ook gelijk door met styling. Dus we gebruiken het ook veel om met CSS-styling dingen uit te proberen, kijken of wel dingen wel werken. En dat werkt gelijk door. Dus voor ons is het wel super handig. Dus dat is eigenlijk in vlog of vlucht wat React is. En als we dan teruggaan naar onze architectuur, dan was dit het plaatje. Waarbij onze comments hier alleen maar what the fuck staat. En eigenlijk willen we dus alle lichte onderdelen naar React verplaatsen. Nou, hoe wilden we dat doen? We wilden Flux gebruiken. Dat is een architectuur vanuit Facebook. En die sluit heel erg aan op React. Je zorgt er eigenlijk voor dat je data in één richting beweegt, waardoor het makkelijker is om te voorspellen wat je data is. Hoe ziet dat er dan in een plaatje uit? Nou, eigenlijk zo. Je hebt een action, die gaat naar de dispatcher toe. De dispatcher zorgt voor een action in de store update zichzelf. Die geeft aan aan de view dat die geüpdate moet worden. En als de view iets anders wil, dan stuurt hij weer een action uit. Die gaat weer naar de dispatcher en zo gaat je cirkeltje door. Nou, een dispatcher is niet zo ingewikkeld. Dit is het eigenlijk.
Je kan er ook makkelijk zelf eentje schrijven. Dat hebben we voor Bing gedaan. Maar voor het voorbeeld wilden we dit eventjes laten zien. Dus hier kun je eigenlijk op registreren. En dan kan je luisteren naar acties. Nou, dit is zo'n actie. Dus je ziet dat je een actietype hebt. Je ziet dat je een payload hebt. Waarbij we dus weer de prijs plus 1 doen. En het type is een updateprijs. Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Hier luistert de store dus naar. En de store die ziet er zo uit. Het is eigenlijk gewoon een JavaScript-object waar je een prijs in hebt zitten die je kan getten, kan zetten. En als hij dus gezet wordt, dan bekijkt hij of hij niet gelijk is. En als hij niet gelijk is, dan wordt de view geüpdate. Onderin zie je hoe je nou kan registreren op zo'n dispatcher. Dus je kan registreren op verschillende actietypes. Een belangrijk onderdeel wat wij ook gebruiken binnen Bing 360 is immutable JS. En dat is belangrijk, vooral in een React-omgeving, is omdat React reageert op updates van je data. Dus als er een update is van je data of je data is veranderd, dan gaat het pas iets doen. En normaal gesproken, plain JavaScript-objecten, als je die aanpast, dan heeft React niet 1, 2, 3 door dat er een wijziging is geweest. Omdat het is een stukje in de memory en waarschijnlijk is die memory locatie niet aangepast. Dus React heeft dan niet door dat die zichzelf moet bijwerken. Immutable JS helpt daarbij, omdat de data zelf in Immutable niet aanpasbaar is. Dus als je daar iets in wil wijzigen, dan moet je daar tegen Immutable zeggen en die maakt dan een nieuw object aan met de gewijzigde data. En dat werkt dan direct door in de boom van React. En React weet dan, hé, ik moet even mijn gegevens bijwerken. Dus Immutable heeft daar ook nog wat hulpmiddelen bij. Want als jij de data erin zet die hij al heeft, en dus er is geen wijziging, dan heeft hij dat ook door. En dan wijzigt hij niet de data en dan is er geen verandering. En React gaat daar dan niet op reageren. Het mooie ook van Immutable is dat het dus ook werkt binnen een boom. Dus als je helemaal onderaan de boom in een leaf iets wijzigt, dan krijg je een nieuw object terug van Immutable. En dan werkt dat ook meteen door binnen React. Dus belangrijk daarbij voor ons is ook in de Flux framework. Want state en props worden dan wat makkelijker te voorspellen. Het is makkelijker om te achterhalen waar nou de wijzigingen zijn geweest en waar de wijzigingen vandaan komen. Immutable heeft bepaalde types die het out of the box al levert. Een daarvan is de list. Dat is vergelijkbaar met een gewone array. Dus gewoon een array van objecten. De map is een JavaScript object, kan je het mee vergelijken met de key value pairs. Dan heb je nog de ordered list, dat is gewoon een gesorteerde lijst. En de record. En de record is handig omdat je dan een voorgedefinieerde template kan bouwen van hoe de data eruit moet zien. En alles wat je erin stopt moet dan ook voldoen aan die datatype. Nou, ook daar hebben we een voorbeeld van. We hebben Immutable even uitgelaten omdat het anders een beetje ingewikkeld werd. Dus wat we hebben gedaan voor ons Flux voorbeeld, is een component gemaakt. Die hebben we aan de WebSocket van Bing gehangen. En zit dus nu eigenlijk de prijs van de AIX is 516. En als de WebSocket een update geeft, dan zorgt die voor een action in onze dispatcher, zoals je nu ziet. Dus wordt een event aangeroepen vanuit onze dispatcher. Die geeft een event in de store. En daarna wordt de store geüpdate, waarna de view wordt geüpdate. Nou, dat kan je natuurlijk ook zelf doen. En dat zorgt eigenlijk voor een heel voorspelbaar pad van je data.
Dus in principe is onze architectuur nu heel erg zoals die van Flux. We hebben nog steeds in het donkergroen onze backend. In het licht is wat Flux nu voor ons oplost. Blauw is React en geel is nog steeds de browser DOM. Nou, je ziet dat onze dispatcher niet alles via Actions doet. Dat is omdat we wel heel erg veel data moeten handelen vanuit de streaming engine. Dus al die flikkerende dingetjes die je net zag, het meeste daarvan wordt rechtstreeks in de store gezet. Een ander groot punt wat we dus op willen pakken is unit testen. Wat is een unit test eigenlijk? Je test alleen een component, je test de interne code van dat component. En daardoor wordt het heel makkelijk te splitsen, heel makkelijk klein te maken. Waardoor je dus eigenlijk alleen een klein stukje van je eigen code test. Ik hoop dat iedereen dat wel weet. Maar we zaten te twijfelen tussen twee testframeworks, Jest en Mocha. Toen we dit eigenlijk aan het uitzoeken waren, waren we niet overtuigd van Jest. Omdat het slomer was dan Mocha, omdat er best wel wat bugs in zaten. Maar het was wel aanbevolen vanuit Facebook. We waren bekend met Karma. De integratie met Enzym, dat is een mocking library, is heel erg goed. Dus hebben we besloten om daarvoor te gaan. We zijn inmiddels aan het twijfelen om weer terug te gaan. Om naar Jest te gaan. Omdat die gewoon hele grote stappen hebben gemaakt. Dit is onze teststack. We gebruiken dus Mocha. Dat is ons testframework. We gebruiken Karma als testrunner. Enzym is een library om je components te mocken. Simulant is een library om gebruiker events te mocken. Eigenlijk meer de ingewikkelde gebruiker events, zoals scrollen en dat soort dingen. De rest kan gewoon in Enzym. En Sinon is een stub library, waar we dus backend calls mee stubben en dat soort dingen. Dus als we dan voor ons state component een test willen schrijven, hoe zag het state component er ook weer uit? We hebben een knopje die de prijs kan updaten. En verder doet hij eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus dit is unit test. Je ziet een describe blok waar je dus kort aangeeft wat je wilt testen. Dus in dit geval het AIX component. Je ziet hier drie it blokjes waar je kort aangeeft wat je test is. En je ziet dat de mount bijvoorbeeld van Enzym wordt gebruikt. Je ziet dat je een knop opzoekt en je vuurt een klikactie uit, in het bovenste geval. En dan verwacht je dat er een waarde uitkomt. In het bovenste geval verwacht je dat de prijs plus 1 wordt gedaan. In de andere twee verwacht je dat er niks gebeurt. Dus dat is een beetje onze testsituatie. Ook daar maar een voorbeeld van. Die ik waarschijnlijk afgesloten heb. Yo. Deze is het. Dus hier zie je het initiële component. En als je dan op je button klikt, dan blijft er eentje bij komen. Nou, dat is niet zo super ingewikkeld. Maar als je dan je test draait, dan zie je dat Karma opgestart wordt. Dat de Phantom ES browser opgestart wordt. Nou, het is niet echt een browser, het is een headless browser waar je componenten in gemokt worden. En dan zie je dat de drie testen zoals we die net gedefinieerd hadden ook slagen. En dan denk ik dat het tijd is voor onze echte demo, Luca. Yes. Dus hoe ziet dat er allemaal uit dan? Nou. Ik zal even een beetje inzoomen misschien. Niet zo heel veel anders dan de oude applicatie. Wel een iets nieuwer design.
Dit is onze quote list, onze koerslijst. Ja. Ja, waar we het in het begin dus aangaven dat we graag alles side-by-side wilden doen. Dus we wilden eigenlijk per component wilden we dingen gaan vervangen. Dus dit is een security list, noemen we dat. Dat is in het begin ook gelukt. Totdat we een beetje te veel spaghetti van onze pop-up JS tegenkwamen. En toen hebben we dat afgekapt en toen hebben we gezegd van ja, dan gaan we maar in één keer helemaal goed over. En zijn we ook meer met de UX-afdeling gaan zitten van laten we een heel nieuw goed platform neerzetten. Nou, de streamen kwast werken prima. Het flikkeren. Verder hebben we hierboven nu ook de tools gezet. Waarbij je makkelijk snel in dit geval een quick ticket kan openen. Nou, dit is in principe ongeveer hetzelfde als de oude quick ticket. Maar we hebben ook nog ruimte gezien om wat nieuwe features erin kunnen verwerken. En hierboven zien we dat we nieuwe taals hebben toegevoegd, waarbij de belegger snel bepaalde informatie kan zien over het aandeel. En vooral de volgorde kan hij dan ook zelf aanpassen. En daarvoor hebben we een nieuw concept geïntroduceerd. Windows settings. Dat is nog niet helemaal correct zoals de UX-styling het wil hebben. We zijn er nog mee bezig. Hier aan de linkerzijde hebben we dan de taals die we nu geïmplementeerd hebben. Daarbij bijvoorbeeld average volume. Je kan maar 8 taals zien in de quick ticket. Dus de laatste is dan in dit geval grijs. Maar kan hem wel naar boven schuiven. En kan ik zelf bepalen welke informatie ik daarvan wil zien. Hij werkt ook meteen door. Dus nu staat ook de average volume helemaal links. Verder hebben we ook een quotebox al vastgebouwd. En ook de trade ladder. Dit is ook weer een nieuwe stijl, trade ladder. Hebben we wat feedback gekregen van de business. Is nog niet helemaal goed. We zijn er nog mee bezig om de styling correct te krijgen. Maar de onderdelen zijn alvast gebouwd. We hebben ook een nieuwe grafiek geïntroduceerd. De oude grafiek, als het een beetje mee wil helpen, was in-house gebouwd. De webchart, dat maakte gebruik van 3D, de graphics engine van de GPU. Dat was nog best wel moeilijk gebouwd, ook in-house gebouwd. Het was heel moeilijk om dat goed werkend te krijgen. Ook heel veel manuren aan verspild. En voor React hebben we gezegd dat we die dan niet gaan hergebruiken omdat daar te veel bugs in zitten. En hebben we gekozen voor een externe library. En dat is ook een goed voorbeeld van hoe je React ook met legacy of in ieder geval externe code kan combineren. Deze pop-up, deze graph eigenlijk, zit in een iframe. En daar merkt de gebruiker niet zo heel veel van. Ja, want het werkt zoals de gewone React-versie. En dat vonden we ook wel heel krachtig. Dit hebben we in één sprint kunnen implementeren. Terwijl voor de webchart we daar minimaal 1,5 jaar bezig waren om dat goed te implementeren. Dus dat is al een winst die we nu al geboekt hebben. Waar staan we nu? Nou, we hebben in de oude code dus iets van 80.000 regels code. Die hebben we op dit moment gereduceerd naar pak een beetje 22.000 regels code. We zijn nog niet helemaal 100%, maar de 80.000 gaan we niet meer redden, denk ik.
We hebben ook 650 unit tests. Dat is inmiddels alweer wat meer geworden dan... we zitten nu tegen de 700 alweer. Dus dit is alweer een beetje verouderd. De code coverage is al 80%. 100% hebben we niet gehaald, maar is ook niet echt een doel geweest. Dat 80% vind ik al goed genoeg. En dat heeft ook geleid dat we nu ook 2 weekse releases kunnen doen. We hebben gewoon wat meer vertrouwen ingekregen in de React-code. De oude code, daar hebben we een code freeze voor gedaan, dus daar bouwen we niet meer aan. En de releases die we nu doen is echt bedoeld om de React-versie ook live te zetten voor in-house beta. Ja, we zijn dus heel erg bezig om ook die release cycle zo klein mogelijk te krijgen. En dat wordt, als het goed is, dagelijks. En het mooie bij de grafiek is dat je dus ziet dat we, 26.000 regels code hebben, waarvan dus 8.000 bijna unit tests zijn. Dus ja, dat is een hele goede verbetering met de oude code. Wat is de toekomst? Waar gaan we naartoe? Nou, onze eerste prioriteit nu is om de React-versie echt live te zetten, om naar klanten over te zetten. We gaan een migratieperiode introduceren, dus niet, de klanten gaan niet meteen over naar de nieuwe versie. Ze kunnen een beetje wennen aan de nieuwe versie en dan pas gaan we ze direct overzetten. Maar dat is meer een business beslissing geweest. Dat is niet vanuit ons geïnitieerd. We moeten ook aan de performance gaan tweaken, want performance is nog steeds heel belangrijk. En dat krijg je niet out of the box. Dat is niet gelijk, we gebruiken React en daar krijg je performance voor in de plaats. Voor React moet je ook aan performance blijven werken, vooral met die reconciliation. Het is heel mooi bedacht, alleen vooral als er iets wijzigt aan de top van de boom, dan kan het helemaal doorwerken naar beneden toe en dan heb je toch nog heel veel renders en kan dat een hit hebben voor de performance. Dus het is zeker niet alles. En daarbij hebben we ook nog geconstateerd dat er verschillen zijn tussen browsers. Dus Chrome is qua JavaScript execution wat sneller dan Firefox. En we zien ook dat onze 360 versie onder Firefox iets minder performt dan onder Chrome. Dus daar moeten we nog wel wat aan werken. Verder end-to-end testing. Wij bouwen voornamelijk de frontend, maar de backend die moet ook getest worden. In ieder geval de integratie tussen de frontend en de backend moet ook goed getest worden. Dus end-to-end testing moeten we ook nog introduceren of in ieder geval goed implementeren. We hebben ons nu voornamelijk geconcentreerd op unit testing, waar we heel veel backend dingen gemokt hebben. Maar uiteindelijk wil je toch meer naar een geautomatiseerde end-to-end testing. En dat allemaal om ook daily releases mogelijk te kunnen maken. Want dan heb je ook heel veel meer vertrouwen in dat de versie die opgeleverd gaat worden ook daadwerkelijk doet wat het moet doen. En zeker geen showstoppers bevat. Dus dat is een beetje de richting waar we nu naartoe gaan. En dan zijn we bij het einde gekomen van onze presentatie. Als jullie wat meer over beleggen willen weten, we hebben hier voor tafel hebben we wat startpakketten. Het is niet echt dat jullie moeten beleggen, maar als jullie geïnteresseerd zijn geworden, ook in onze Bing 360 applicatie, dan kun je een rekening openen. Het is gewoon gratis, dus als je een rekening opent binnen Bing, dan krijg je ook 360. Yes, vragen? Nou, ik had al flink wat ervaring met Angular, Angular 1. En het verschil daarmee is wel heel erg groot. Alleen, ja, je moet je gewoon heel erg goed inlezen. Dus ik denk dat de leercurve in het begin best wel steil is, maar dat die wel ook wel redelijk snel afvlakt. Ja, en dat voordeel ook met JSX, het taaltje van Facebook, is dat je gelijk ook een beetje in components gaat denken. En, vooral als je ook een beetje HTML hebt gedaan. En de meeste mensen hebben wel wat met HTML gedaan, ongetwijfeld. Ja, dan kun je er wat meer in rollen. En dan vooral
als je al een basis hebt van React, dan denk ik dat je er wel wat dat je er weg in kan vinden. Bedoel je nou dat voor jouw gevoel de leercurve minder groot is ten opzichte van enkele één? Of meer? Nee, ik denk minder groot. Ja. Omdat het veel meer richting native JavaScript aan zit. Ja, React is meer een library in plaats van wat Angular is. Het is echt een heel framework waar je maar gedicteerd wordt hoe je services op moet zetten, dat soort dingen allemaal. React heeft dat niet. Dus je bent in React heel erg vrij hoe je iets wil doen, hoe je iets wil oplossen. En ja, daar moet je dus wel goed weten wat er gebeurt. Maar als je dat eenmaal goed opgezet hebt, wordt het ook een stuk simpeler. Dan over. Nou, binnen Bing zijn we nu meer begonnen met customer teams, waarbij dus naast, want wij werken in Scrum, met de Scrum methodiek, en we bewegen wat minder van de traditionele Scrum teams waarin alleen maar developers in zitten, in meer customer teams waar ook andere disciplines aanschuiven met de stand-up en ook gewoon naast ons blok gaan zitten. Dus we hebben heel veel interactie met de UX'ers. En vaak is het wel zo dat de business die heeft wel een ruw idee van hoe het eruit moet zien. Want vooral voor een 360 handelsapplicatie van voor beleggers is het belangrijk dat wij niet in de weg gaan zitten van de beleggers. De beleggers hebben bepaalde tooling nodig en ja, die zijn vrij, die hebben gewoon vrij hoge eisen. En dus de business die draagt dan wat aan. UX die probeert dat dan in een beetje een goede volgorde te zetten. En dat het ook een beetje esthetisch mooi is. En dan gaan wij daarmee aan de slag in React. En we hebben het wel zo gescheiden dat React components, we proberen dan de UX gedeelte echt in components op te zetten. En dat is het ook mooie van React, dat dat makkelijk gaat. En omdat we dus ook de business logica en de view logica wat meer gescheiden proberen te doen, is dat veel makkelijker om die dingen bij elkaar te vegen. En dus die samenwerking gaat al prima. Vooral ook als je het vergelijkt met de oude code, proberen we heel veel dingen te hergebruiken. Omdat een component in de oude code was heel moeilijk om te maken. Dus dan wilde je eigenlijk die effort wilde je in één component doen. Wat we noemden een gold component, dus de button, die we alle buttons in de applicatie gingen regelen. En binnen React is dat wat meer gescheiden in components. Dus dan zou je kunnen zeggen, nou, we hebben een hele kleine button component die alleen clickable is. En dan voor een bepaalde component, zoals de quick ticket, hebben we dan weer andere buttons die speciaal voor de quick ticket zijn. En zo kan je het een beetje opbouwen. En is het niet zo erg dat er wat discrepanties zijn en hoef je niet een gold component te maken. Dus dat werkt wel prettig voor ons gevoel. Ja, en een designer die bij Bing die werkt niet in JSX, HTML of iets in die richting. Die levert gewoon een plaatje op eigenlijk. En op basis daarvan gaan wij aan de slag. Het is wel een best practice, maar ik zou het niet gelijk gaan gebruiken. Waarom? Omdat er voor Immutable heb je een vrij hoge leercurve nodig. Het is niet heel erg intuïtief hoe het werkt. De documentatie is ook niet overal even geweldig. En vaak heel veel dingen gebeuren ook achter de schermen. Dus het is wel echt een trade-off geweest voor ons. Van ja, ga je voor maintainability en ook leesbaarheid, dan zou je beter liever niet Immutable.js gebruiken, of ga je toch meer voor data-integriteit, voorspelbaarheid en performance, dan zou ik het wel gebruiken. Dus het is een beetje trade-off. Dus je hoeft het niet te gebruiken, maar het wordt wel aangeraden. Jullie hadden wel de flow van dispatcher en restore
Helemaal aan de client side. Helemaal aan de client. Ja. Okay. Dat zit gewoon in onze client side applicatie. Die kan gebeuren uit de store? Ja, wat we doen is vanuit de store, of in ieder geval ook vanuit een view, dat maakt op zich niet zo heel veel uit, worden allemaal actions doorgevoerd naar de dispatcher. En we hebben ook een API-laag, dus dat is uiteindelijk waar de communicatie met onze backend gebeurt. Ja, die vangt die actions dan weer af, of die worden niet afgevangen, worden die in de stores afgevangen. Soms wordt dat allebei gedaan, soms uit logging oogpunt doen we allebei, dus dan alle actions worden dan gelogd, of in ieder geval de belangrijke actions worden dan gelogd. Dus je bent daar een beetje vrij in. Wat we ook hadden kunnen gebruiken is Redux, dat is een andere library die ook vaak wordt gebruikt met React. En die werkt ook een beetje in die manier, daar heb je maar één grote state, je application state, daar wordt alles in opgeslagen. En die gebruiken we dan ook met actions, waarbij actions zelf dan weer de communicatie naar buiten toe kunnen doen. Dus je bent er een beetje vrij in hoe je dat implementeert. Soms wel. Het ligt er een beetje aan de component zelf, in hoeverre we daarin willen gaan. Want dat is ook een van de grote discussies geweest binnen een team van, ja, wat is nou een unit? En ja, soms kan dat gewoon echt de button zijn, maar andere keren is het gewoon dat hele component, zoals de quick ticket. Dus het ligt een beetje aan wat wij nodig vinden, wat wij willen dat echt geunit test moet worden en wat wij belangrijke flows binnen de applicatie vinden. En verder moeten we ook die end-to-end testen nog opzetten en goed implementeren. Dus dan zou je het ook een deel daarin kunnen verplaatsen. Maar het is echt een continue discussie van wat nou een component en wat een unit is. Ja, ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is de quick ticket. Dus daar bekijken we dus wel of we de goede knop hebben bijvoorbeeld, maar niet precies wat die knoppen doen. Vaak testen we wel wat die functies dan weer doen, maar ja, je wil niet weten of elke knop ook zijn onklik goed uitvoert, want dat test je al in je eigen component. En dat willen we met die end-to-end testen dus wel gaan doen, zodat je gewoon een hele flow kan doen. Bijvoorbeeld dat je zeker weet dat je in kan loggen of dat je zeker weet dat je een order in kan leggen, dat soort dingen. Nog meer? Ja. Maar in hoeverre is dat wel realistisch als je bijvoorbeeld een ander framework gebruikt op dit moment? Nou, ik denk dat het met React al best wel realistisch is. Ik denk alleen dat het door onze oude code komt dat het niet helemaal gelukt is. Want we zijn best wel aan het eind gekomen. We hadden bijvoorbeeld al die security list die je zag. Dus dat lijstje met al die aandelen. De quick ticket waar we mee begonnen. En dat ging best wel soepel. Totdat we dus tegen beperkingen in onze oude code aanliepen. Dus dan wordt het heel lastig om dat tegelijk te blijven draaien. Ja, en vaak wordt ook aangeraden om het meer gradueel over te gaan zetten. En echt een gefaseerd migratiepad. Maar ja, wij kwamen gewoon echt al heel snel tegen heel veel problemen aan. Die streaming engine die niet meer wist waar die naartoe moest. CSS styling, we deden veel met CSS. Ja, die dan elkaar door de oude code en de nieuwe code ging zitten. En ja, en je raakt ook het gevaar dat je de nieuwe code en de React-code vervuilt met componenten of met elementen uit de oude code. En daar moesten we heel goed voor waken dat dat niet zou gebeuren. Want je bent heel snel geneigd om de oude dingen van de oude code mee te nemen in die nieuwe code. Ja, en dat hebben we gewoon gezegd, nee, dat doen we niet. We gaan echt gewoon met React compleet nieuw beginnen. Want dan zijn we ook wat vrijer in de keuzes die we kunnen maken. Maar als je bijvoorbeeld met Angular 1 een applicatie op hebt gezet en dat naar React omzet, dan gaat het prima. Dus zou je een beetje zorgen dat het dan zo kunnen werken? Hoe bedoel je dat? Er zijn er dan libraries voor die linking kunnen doen bijvoorbeeld, tussen die twee frameworks? Of is het dan gewoon dat je echt gewoon Angular iets staat renderen en dan vervolgens dan PyTorch je React... Ja, ik denk het laatste, maar ik weet het niet precies hoe dat zit.
Nog meer vragen? Ja. Met kennis van nu de MW2 is, zou je dan voor MW2 kiezen of een bifoliate? Nou, ik denk dat we dan ook nog naar Polymer zouden hebben gekeken. Dus ook nog wat andere frameworks. Dus ja, ik denk niet dat we 1, 2, 3 echt naar React over zijn gegaan. Dus dat zou nog vrij zijn. Maar dat we nu al wat meer scheiding hebben in de businesslogica en de presentatielogica. En ook wat flows wat uit elkaar hebben getrokken. Ja, hebben we die winst eigenlijk al behaald? En is het voor ons niet echt heel erg belangrijk, de technologie? We hebben dan voor React gekozen, maar ja, we zouden eventueel ook naar een ander framework kunnen gaan. Dat staat helemaal open. En ik sluit ook niet uit dat dat niet gaat gebeuren. Ja, voortschrijdend inzicht. Als ik daar nog even op in mag haken, ik zou zeker voor React weer kiezen. vooral omdat ik vanuit Angular 1 het vervelend vond dat je zo in een soort van stramien zat. En in Angular 2 is hetzelfde stramien, maar dan met andere naamgevingen. En dat vond ik met React een vader meer, eerlijk gezegd. Oké, dank jullie wel.